Zingen is ademhalen en vooral uitademen op klank. Hoe doe je dat nou? nou? Ten eerste moet je netjes gaan staan, benen op heupbreedte, dat je goed stevig staat. En dan ademen we diep in en dan proberen we naar onze buik toe te ademen, zodat eigenlijk je buik naar buiten gaat. Ik heb gelukkig een beetje een buikje, dan kan je het goed zien. Ik adem weer diep in. Meestal ademen we even om te laten zien door onze neus, want dan is de weerstand wat groter. Mocht je nou toch te hoog zitten met je adem, dus dat de borst omhoog gaat, dan zit je te hoog voor zingen. En dan kan je ook één neusgat dicht doen en dan voel je meteen, als je inademt door je neus, dat je laag zit. Uitademen is de buik weer naar binnen. En waarom is dat? Even gewoon voor de uitleg. Je ja, longen zitten natuurlijk in je borst. Die vullen zich met lucht. Dan gaat je middenrif omlaag, waardoor je buik om naar buiten gaat. Dus als we inademen, worden je longen groter. Middenrif gaat omlaag en dan gaat de buik naar buiten. Als we uitademen, worden de longen weer kleiner, gaat het middenrif weer omhoog en dan gaat de buik naar binnen. Maar wat we met zingen doen is eigenlijk een klank. Lang aanhouden. En dat betekent dus dat we met onze buikspieren nog meer lucht eruit kunnen persen. Dus dan worden je buikspieren een soort blaasbalg. Ik doe één keer voor. Noe. Even vanaf de zijkant. Noe. Zorg er altijd voor dat je voelt dat de Ademstroom vanuit hier wordt gesteund. En dat noemen we dus ademsteun.